Goedenamiddag iedereen. Ja, we zijn een beetje later, dat zullen jullie wellicht wel gemerkt hebben. We hadden wat technische problemen. Ja, je kent dat. We zijn anderhalf jaar later, maar de technische problemen die blijven nog altijd een feit. Maar we gaan proberen starten en dan ja, zien we wel of dat alles goed komt. Mijn collega's die zijn achter de schermen hard aan het werken om alles op te lossen. Dus voilà, ja, eerst wil ik jullie welkom heten op deze webinar over de slaagkansen van de woonzaak. Mijn naam is Sarah El-Massaoudi, ik werk als opbouwwerker bij Samenlevingsopbouw en ik zal deze webinar hosten. Maar ik zal ook eerst kort een woordje doen over de woonzaak als lid van de trekkersgroep om eigenlijk het programma in te delen, in te leiden. En nadien zou normaal gezien professor Maarten Dame de resultaten voorstellen van een studie die werd uitgevoerd in opdracht van de woonzaak. Vervolgens zal dokter Mark Jordan vertellen over zijn ervaring met de Europese klachtenprocedure. En tenslotte zal Hugo Beersman als woordvoerder van de woonzaak meer vertellen over de vervolgstappen van de woonzaak. Nog twee kleine praktische punten. De webinar wordt ook opgenomen. Dus meteen, dus moesten jullie achteraf de opname willen herbekijken of naar iemand willen doorsturen, dan kan dat zeker. Die zal je vinden op ons YouTube-kanaal, op onze website en op onze sociale media. Jullie kunnen ook vragen stellen. Ergens bovenaan jullie scherm zien jullie normaal gezien een tekstballonnetje met een vraagteken in. En via daar kunnen jullie schriftelijk jullie vragen insturen. Er is helaas geen tijd om de sprekers hierop te laten reageren, maar mijn collega's zullen jullie vragen via daar beantwoorden. Maar dus nog eerst wat meer over het ontstaan en het opzet van de woonzaak. Het idee van de woonzaak is eigenlijk ontstaan in de aanloop naar de verkiezingen van mei 2019. Toen deden ongeveer een dertigtal organisaties en nog meer academici een oproep naar de politieke partijen om meer aandacht te besteden aan de wooncrisis. En daarin stelden ze dat een klacht bij het Europees Comité voor Sociale Rechten niet kon uitgesloten worden als ze geen resultaten van die oproep zouden zien bij de vorming van de nieuwe regeringen. En vooral op het vlak van betaalbaarheid, toegankelijkheid, woonzekerheid en de strijd tegen dak- en thuisloosheid werd er gehoopt op vooruitgang. Maar toen als die oproep helaas niet veel opleverde en het duidelijk werd dat het Vlaams regeerakkoord op het vlak van wonen weinig perspectief biedt voor wie ondersteuning nodig heeft, werd uiteindelijk in januari 2020 met enkele initiatiefnemers de woonzaak ook effectief opgestart. En ondertussen onderschrijven meer dan 30 organisaties de uitgangspunten van de woonzaak en hun engagementsverklaringen zijn te vinden via onze website www.woonzaak.be. Met de woonzaak gaan we uit van het grondrecht op wonen. Artikel 23 van onze grondwet die zegt dat iedereen het recht heeft op een menswaardig leven, wat ook het recht op een behoorlijke huisvesting omvat. Wetten en decreten moeten er dus op gericht zijn om onder meer die behoorlijke huisvesting te waarborgen. Artikel 3 dan van de Vlaamse Wooncode stelt dan weer dat iedereen recht heeft op menswaardig wonen en dat, om dit te verwezenlijken, zowel de toegang tot een woning, de betaalbaarheid ervan, de woonzekerheid, de woonkwaliteit en een behoorlijke woonomgeving bevorderd moeten worden. Maar we stellen vast dat er een enorme kloof is tussen die papieren grondrecht op wonen en wat we zien in de praktijk. Er woedt een wooncrisis en heel wat mensen wonen in woningen van slechte kwaliteit, houden na het betalen van de huur te weinig over om van te kunnen leven, worden gediscrimineerd op de huurmarkt, staan jaren op de wachtlijst voor een sociale woning, zijn dak- en thuisloos en zo verder. Dat komt omdat het recht op wonen geformuleerd is als een inspanningsverbintenis en niet als een resultaatsverbintenis. En omdat het Vlaams gewest weinig juridische hefbomen biedt om het recht op wonen af te dwingen, gingen we met de woonzaak verder op zoek buiten onze grenzen. En zo kwamen we eigenlijk uit bij het Europees Handvest. Ik ga hier even de telefoon. Voilà. Gaan we op stil zetten, zodat dat niet verder onderbreekt. Excuses.
Maar dus, ik was aan het vertellen dat de woonzaak op zoek ging naar manieren om het recht op wonen dus af te dwingen. En zo kwamen we bij het Europees Sociaal Handvest. En dat verdrag, ook wel de Sociale Grondwet van Europa genoemd, dat regelt de sociale rechten van Europese burgers. Rechten in zaken huisvesting, gezondheid, onderwijs, arbeid, sociale bescherming en personenverkeer. Het is eigenlijk complementair met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, dat de burgerlijke en politieke rechten van dezelfde burgers regelt. En dat handvest dat dateert al van 1961, maar werd grondig herzien in 1996. 34 lidstaten van de Europese Raad sloten zich hierbij aan. België heeft de herziene versie in 2004 bekrachtigd, maar maakte daarbij een uitzondering voor artikel 31. En het is dat artikel dat specifiek gaat over huisvesting. Dat is heel jammer, omdat dat artikel belangrijke aspecten behandelt, zoals de toegang tot menswaardige huisvesting, het voorkomen en beperken van dakloosheid en het haalbaar maken van huisvestingskosten voor wie over onvoldoende middelen beschikt. Maar die niet-ratificatie van artikel 31, dat houdt ons de woonzaak niet tegen, omdat we uit de jurisprudentie over het handvest leren dat het gelezen moet worden als een samenhangend en coherent geheel. En het ondertekenen daarvan houdt dus ook het engagement in om werk te maken van alle thema's die daarin staan. Ook als er bij de bekrachtiging voorbehoud wordt gemaakt van sommige onderdelen. Het recht op wonen is trouwens ook een noodzakelijke voorwaarde voor een aantal andere rechten en minstens voor armoedebestrijding en sociale uitsluiting. België heeft bij de bekrachtiging geen uitzondering gevraagd voor artikel 16 en dat gaat over de sociale, wettelijke en economische bescherming van het gezin, nog voor artikel 30 en dat gaat over het recht op bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting. Die artikelen worden bovendien samengelezen met artikel E, dat gaat over non-discriminatie. We wisten dus eigenlijk dat we voor onze klacht gebruik konden maken van verschillende kapstokken en lieten daarom het onderzoek waarvan de resultaten vandaag gepresenteerd worden uitvoeren. Met de woonzaak willen we niet alleen een juridische procedure voeren, maar we willen ook echt het draagvlak vergroten om de wooncrisis een halt toe te roepen. En daarom voeren we ook een brede campagne rond het recht op wonen en zullen we na onze eerste actie in de lente, de Woonchallenge en ook de actie van vandaag, we hebben in verschillende Vlaamse steden stencils aangebracht, dus als je die ziet mag je daar zeker foto's van trekken en ons taggen op sociale media. Maar blijf ons dus zeker ook volgen via die sociale media kanalen en onderschrijf mee de woonzaak, dan krijg je ook al onze e-mails en blijf je goed op de hoogte. Dus voilà, dan laat ik nu de andere sprekers aan het woord. Om te beginnen zou dat meneer professor Maarten Daamre zijn. En ik kijk even naar mijn collega's of dat technische problemen... Nee, dus die zijn niet gelukt. Dan hopen we dat we straks professor Daamre aan het woord kunnen laten. Maar dan geef ik nu het woord aan dokter Mark Jordan. Hello everyone. Thank you so much for the invitation to speak to you today. I hope you can all hear me clearly, to take part in this fascinating and important project, and I'm very happy to lend my support to it and say a little bit about my experience helping out with FIDH versus Ireland, a complaint taken against Ireland and the decision handed down in 2017. So in this presentation, I'm going to talk about the story so far, and I have arranged my presentation to begin with an overview of the decision, to put it in context, but I've separated my lecture today into a timeline, BC and AD, so before the complaint and after the decision on the merits. So hopefully to contextualize the complaint, put it in the context of Irish housing policy beforehand and what has happened since the decision. And then I'm going to end by having some reflections on the process itself. So hopefully they're helpful to you in this project. And of course, I'll be happy to answer any questions at the end of the presentation. So to begin, just to say a little bit about the European Social Charter, because it's not as famous as the European Convention on Human Rights, but it is important in its own right. The European Social Charter protects social and economic human rights, including the right to housing under Article 31 outlined here on the slide. Now, Article 31, the right to housing, overlaps with other rights in the Charter, most notably Article 16, and I'll say more about that later. And these rights that states have accepted in Europe
are enforced by a national reporting mechanism and also by a collective complaint process. So this is the method through which these rights are enforced. And the European Committee of Social Rights are the key body in overseeing states' commitments in meeting these obligations. And in the decisions they've handed down, they have developed sophisticated normative content. So perhaps the most sophisticated, detailed conception of the right to housing in international law in the world. So where does FIDH versus Ireland come into this? Well, this was a collective complaint, kind of class action taken against Ireland. And the decision was that the Irish government was found to have violated the right to housing of families living in local authority housing, so public rented housing, renting from the local government. Now, the complaint was focused on poor housing conditions, and I've outlined some of the features of these conditions in the slide. The initial response of the Irish government seemed quite promising, but there has been limited progress since then, since the decision, in addressing the violation. So, the timeline. To go back in time to the start, the origins of the complaint, we have to go back 10 years to 2011. And this is where a group of organisations came together to explore the potential to bring a collective complaint against Ireland. And this is where I joined the process as a graduate researcher. And I was tasked with putting together a report outlining potential violations of the right to housing where Irish housing law policy was in some way in violation of international law. Now, it was 3 years later in 2014 that the complaint was submitted. So quite a delay there, and I'll explain why that took so long. It was 3 years again until we got to the decision on the merits in 2017. That's where the committee made their decision in our favour, finding that the Irish government had violated the right to housing of families in local authority housing. What's happened since? Well, the committee adopted a resolution finding Ireland in violation, and the government have submitted a number of reports outlining the steps they are taking to address the violation. And I'll say more about the national reporting mechanism at the end of the presentation. But that takes us up to the present. So quite an extended period of 10 years of work involved in this complaint and getting it to where it is today. So the background, what was this all about? So I understand many of you may not be familiar with Irish housing policy, so I'm happy to give a little bit of context. The Irish housing system is divided into different tenures, of course, and we have ownership and renting is the headline division. Within renting, you have private renting, renting for private landlord, and then social renting, which is mainly renting from a public authority in Ireland. I've outlined in the chart the sizes of the respective tenures. So in 2016, about 1 in 10 households rented from a public landlord, about 140,000 households rented from a local authority. Now, historically, local authority housing had a much larger role in Ireland. So it was a larger sector than 30 years ago. What has happened since then? Well, the sector has declined in size and there's been a residualization of the sector. Now, this is mainly due to state policy, which has sold off local authority housing through tenant purchase schemes, but also by the state moving away from the construction of public housing since the 1970s and instead promoting the housing market and ownership as the tenure of choice. Consequently, local authority housing has become, I think, the neglected tenure in Irish housing policy. And this is reflected, I think, in the experience of tenants living in local authority rented housing. It's characterized by high rates of housing deprivation and poor housing conditions. In fact, some of the worst housing conditions in the state are in local authority housing, which is quite remarkable. Now, the difficulties facing local authority tenants are compounded by their limited legal rights in Irish law,
but also by the housing management practices of local authorities, which are very top down, and there's next to no involvement of tenants in the main decisions affecting them. Let's talk about housing conditions, which was really at the heart of this decision. Of course, Ireland, like many other European countries, has legal standards that set out minimum housing condition, so that the condition that housing must meet in order to be considered adequate. The problem, of course, is in our context that these standards are not applied effectively to local authority housing. So there's no inspections or enforcement of housing standards in local authority housing. Now, this might seem strange, but the reason for this is that the body that is responsible for enforcing these standards is the local authority itself. So the problem here is that the local authority is both the landlord and the regulator, and it does not take enforcement action against itself. And that means that tenants living in local authority housing, if they have substandard housing, cannot complain to the regulator because the regulator is their landlord. They won't take action against themselves. And this effectively denies tenants a remedy. The last state study of housing conditions of local authority housing was done in 2002, almost 20 years ago. So this is the last time that there was a systematic survey of the condition of local authority housing. And now when we were putting the complaint together, it was 10 years, and now it's 20 years. And as you can imagine, it was outdated then, it's much more outdated now. The net effect is that there is no real possibility for tenants taking action or gaining effective remedies over the substandard housing that they experience. So let's, with that background, let's talk about the collective complaint. I mentioned how in 2011, there was a broad coalition that came together to explore the potential of taking a collective complaint. Now, I've outlined on this slide some of the different groups and their logos that were involved. And this broad coalition was drawn from three key areas. It was drawn from local authority tenants and representative groups, non-government organizations that worked with homelessness, and also Irish traveler organizations. At the same time, these different groups were supported by academic key academics in Gaul, NUI Galway, the Centre for Housing Law Rights and Policy, where I was based at the time, with Pádraig Kenna, but also through legal community law centres, Ballymun Community Law Centre in particular. So a very diverse range of interests and a very broad coalition. Now, as I said, the research was completed in 2011, but it was 3 years later before the complaint was actually submitted. Now, the reason I think for the gap in time here really comes down to the challenge of setting priorities in a very broad coalition. It's quite difficult, quite challenging from an organizational point of view to set priorities when there are such different interests at stake. And so it was only when the complaint was reorganized in 2014 to focus primarily on local authority tenant issues that the complaint was submitted. So this was a compromise, I think, that to get the complaint to proceed. And the material from the other areas to do with Irish travellers and homelessness in Ireland, that material was there, but it was perhaps left to a separate complaint that may be taken in the future. What was the legal argument that we made? Well, the argument focused on the issues that were key to the local authority tenants that were at the heart of the campaign. So poor housing conditions and access to effective remedies. So tenants were instrumental in this whole project. They organized meetings in Dublin and elsewhere, and crucially, they gathered evidence of poor housing conditions with support from CAN and other bodies. So, as I mentioned, the last survey of housing conditions in Ireland was in 2002. So there was a lack of meaningful statistics.
So it was up to the tenants really to commission architects, to commission engineers, to do surveys of housing, to gather that evidence to show this is the substandard housing conditions that tenants live with present. Now, one of the problems or challenges we faced in making our argument and bringing a collective complaint against Ireland was quite a basic one that you may recognise. Ireland has not accepted Article 31, the expressed right to housing. And of course, the government were very clear to say to us, you can't bring a collective complaint, we haven't accepted Article 31. But as you will see, it was no barrier to bringing a collective complaint because Ireland has accepted other articles which significantly overlap with Article 31. And I'll talk about this in a little bit of detail because I think it might be helpful to you. So Article 16, and this was the key article that we brought our complaint under, Article 16. It's the right of the family to social, legal and economic protections. And as you can see in bold, an aspect of that protection is the provision of family housing. Now, the European Committee of Social Rights, in a series of collective complaints, have made clear and identified that there is an overlap between Article 16 and 31 in relation to housing. They clarified this further in our decision, FIDH versus Ireland, in these two paragraphs, which I think are very useful. So they identify that there's this partial overlap with respect to several aspects of the right to housing, including regard to adequate housing. So they're accepting that it's not an automatic transfer of all of the rights in Article 31. But the point the committee are making is, if you can identify or frame your complaint to say that this affects families' housing, then there's no obstacle to making a housing complaint based on adequate housing and the content that has been generated from Article 31 cases like Fianza versus France. That is all possible to make in that argument. In building our argument, so that was how we kind of framed our approach to Article 16 and Article 31. But in kind of structuring our argument, we were very much guided by previous decisions of the European Committee of Social Rights, in particular, Fianza versus France, which clarified the nature of the obligations. And in particular, in that decision, the committee set out the things that a state must do in order to be progressively realizing the right to housing under Articles 16 and 31. So this framework that I've put on the slide here, A to B, C, D, E, this presents a useful structure for organizing an argument, for analyzing state policy and identifying violations. And as you can see, I've highlighted meaningful statistics. We identified straight away that there was an absence of meaningful statistics on housing conditions in Ireland. And that showed that the state was not making an effective progress in addressing substandard housing conditions and realizing the right to housing. So what was the decision? Well, I've said that they found in our favor, and they found in our favor on the main ground. They found that significant numbers of local authority, families living in local authority housing, faced substandard housing conditions. And the committee, I think, pointed this out in very strong terms. They said that the conditions experienced by tenants in Ireland of dampness, sewage invasions and so forth, go to the core of adequate housing. So I think they really recognised the lack of habitability experienced by many tenants in Ireland. The committee further, in reaching that decision, placed particular emphasis on the lack of meaningful statistics collected by the Irish state. So they said in particular that no complete statistics had been collected since 2002. And so this demonstrated that the state's actions were in large part theoretical, they weren't practical and effective in realising the right to housing. And so they concluded the state had failed to take sufficient and timely measures to ensure the right to housing of families living in local authority housing.
So we were very happy to have a decision on the main ground that found a violation, but it wasn't all a happy ending for us in the sense that not every aspect of argument was accepted by the committee. So I want to draw attention to one part of the argument where we had a little bit of a setback, because I think it might be helpful to your project. And this was in relation to our argument on access to remedies. So I mentioned earlier on that for local authority tenants in Ireland, they're effectively denied remedies to address substandard housing. Now, when we raised this argument, the committee didn't accept it. And they outlined in their decision that there is no requirement for local authority tenants to have the same remedies as private tenants. Now, we didn't argue for that, but I'll explain in a second. The committee accepted the government's argument that the remedies that were there, you know, going through the civil court system, that's sufficient. So this was a bit of a setback. And I suppose one lesson that we learned from this is about how you present the argument. When we presented this argument, we were a bit ambitious. We sought to say to the committee, this is the situation facing local authority tenants. Compare it to the situation facing private tenants. So private tenants in Ireland have access to a low cost, very quick tribunal system that can impose a remedy very quickly. So we made the point to say, well, look how badly off local authority tenants are. They have nothing like this. And the government responded essentially by saying, well, we don't accept that there's discrimination. And they moved, the argument a little bit towards a broader question about the treatment of different tenures in law and policy. Now, it's not that we or I don't think that local authority tenants are disadvantaged compared to private tenants, but I think it's a much bigger argument to make to establish a discrimination based on distinctive treatment of tenures. So I suppose the point to take away from this is, if we were doing it again, I think the better approach would be to just focus on the substantive point. The remedies for local authority tenants are inadequate, and making the comparison to private tenants was perhaps overly ambitious. I think focusing simply on the remedies themselves, they're not adequate, we would have a much stronger case, I think. So, how did the government respond? Well, at the time of the decision, the tenants groups organized a media strategy to boost the engagement with the decision, so to get media outlets to promote the decision and report on it. And that was, I think, a very positive measure. The government's response to the decision itself was that they accepted the decision and they committed to take certain actions. So they said that they would commit to a stock condition survey of local authority housing in 2018, okay? And they also said, we're going to stop our responsive process. We're going to instead move to a preventative maintenance approach. So we're going to proactively improve housing conditions. But unfortunately, the government has not yet implemented either of these measures. And I think this is an important point that I want to dwell on for a moment. How to hold the government to its commitments. So, after the decision, the government have submitted national reports outlining the steps it takes to realize the rights in the charter. And this national reporting system is flawed in different ways, because the government can essentially choose what story it wants to tell. But one of the potential responses here is that civil organizations can submit shadow national reports. So you can submit a report explaining that, well, the government have got it all wrong. They're not giving the detail on this. They're not explaining exactly what's happening on the ground. And so this is what we've been doing since 2017. Each time the government has submitted a report outlining the steps it takes to address Article 16, we have
focused our national report, our shadow reports, and said, well, actually, you haven't done this in practice. So we've used the national reporting mechanism to hold the government to its commitments. And I just want to say a word on this because I think it illustrates a lot of the government's response. In the 16th national report, okay, so this is the report that the government submitted after the complaint, they didn't mention the decision at all. Okay, they didn't mention it once. We submitted our shadow report, said, where is the mention of this decision that was very significant? And the government's response, they submitted a second report saying, and I quote, the omission of reference to the collective complaint was not intentional, but rather due to a concentration on the thematic areas of the report. So whatever happened there, they didn't submit the report or mention the complaint. The 17th report, this next one that came in 2020, they did mention FIDH versus Ireland. But here's the crucial point. Instead of the stock condition survey being completed in 2018, they were now saying this is going to happen in the future. So clearly they haven't conducted the survey. So we submitted a shadow report saying, where is the survey? What are the results? And we get to the 18th report submitted this year. And this is the most disappointing one of all, I think. In this report, the government more or less copied word for word a lot of its text from the 17th report. So, you know, its pages have been lifted from the 17th report and just copied over to the 18th report. Now, we in our shadow report have highlighted this and said it is inadequate engagement with the obligations that the state has under the charter. And we're waiting for the committee to come back to us on this. But one interesting point is now the government have committed as a result of this to commencing the stock condition survey in 2021. So they've now moved the date back to 2021. But which I think is an interesting that there is that delay. So I'm coming towards the end. Just to say a word on how we have been organizing our shadow national reports. We've adopted a lot of the structure that I mentioned earlier from Fianza versus France, those indicators that we can use to measure government progress. Are the government commitments specific, measurable, achievable, relevant, and crucially time limited? These are the kind of metrics we can use to organize our national reporting, our shadow national reports. And again, as I said, drawn from Fianza versus France and that framework I mentioned earlier on. So I've come to the end of the presentation. I just wanted to reflect on my personal views of the limitations and potential of the collective complaint process. I think the main limitations are pretty clear. The enforcement mechanism under the Charter is limited. I mean, you can see how the Irish government have been so slow to take action, and there's relatively little we can do. It's not like going to the European Court of Human Rights in Strasbourg and getting a decision from the judge there. The enforcement mechanism is much more limited here. And I think more broadly, there are limits to what strategic litigation can achieve. It's not a magic wand, if you like, for addressing, you know, what are systemic political failures of government. And I think most of all, over a 10-year period, there's a difficulty here in keeping motivated. So for many tenants, they're still living in substandard housing. And it is really a very difficult to stay motivated in that context. Nevertheless, I do think there are really significant potential to the process. First of all, I think that the potential to highlight specific collective violations of the right to housing is a great advantage of the process. One of the criticisms of the civil court system in the common law jurisdictions is that its emphasis on individual complaints can have quite an atomizing and fragmenting effect. The advantage of the collective complaint process is that it allows individuals to organize
around their collective experience and identify systemic violations of the right to housing. And so the results can be very significant. You know, a finding of a violation is very broad and quite deep. In our case, the argument was that these issues affected up to 140,000 households in Ireland, so a significant number of people. A related potential here is that the violations of the right to housing in the in this decision can form part of broader organizing strategies to generate remedies, so legal remedies, but also political remedies. And we've seen an example of this, that the group that have come together to initially promote this complaint, those tenants and their organizations, they have been organizing into other campaigns to get tenants associations in Ireland that would have a role in the management of local authority housing, but also the formation of law and policy in Ireland. So these campaigns are ongoing, and in many ways they stem from and are supported by FIDH versus Ireland and that broader campaign to realise the right to housing of these tenants. So in conclusion, I think there is a challenge in setting priorities when working in a broad coalition. There are time pressures, there is limited resources, and at the end of the day, the argument is that you're facing against the state, and the state has very deep pockets and a lot of time, and that can be a real challenge. And so it's necessary to set priorities that are agreed upon early on and manageable. I think it's also crucial to develop a strategy that takes account of the potential and limitations of the process and to be open about those throughout. So at the very outset of our campaign, I suppose, when we had meetings with tenants and they asked us what a collective complaint is, what can it do, I think it was vitally important to be open about the potential of it, but also the limitations here. And I suppose outlining the two of those, I suppose the limited enforcement is the main limitation, but on balance, I think the potentials do outweigh the limitations. And the great potential of the complaint is to highlight those specific human rights violations. And that in turn can form part of a broader strategy to develop remedies, so legal reforms, but also political remedies to address these failures of law and policy. Thank you very much. I'm happy to answer any questions, or if there's another speaker to go next, whichever works best. Yeah, dan gaan we nu het woord geven. Thank you so much, Dr. Mark Jordan, for your presentation and sharing your experiences with us. And then now we will have Professor Maarten Daamre. Goed, bedankt Sarah. Bedankt Mark Jordan for his very interesting insights in the Irish case. I'll now try to share the presentation I have prepared. Hope that it looked. Ja, kunnen we daarmee doorgaan? Wij zien de presentatie. Ja. Oh, prima. Goed, goedemiddag dan allen. Wij hebben samen met collega's Bernard Hubeau van de Universiteit Antwerpen en Nicolas Bernard van de Universiteit Saint-Louis in Brussel een onderzoek uitgevoerd naar het herzien Europees Sociaal Handvest in de Vlaamse context van het woonbeleid. En om eventjes te situeren waarover we het hebben, we zitten dus binnen het kader van de regelgeving van de Raad van Europa, waar iedereen wellicht zeer goed vertrouwd is met het Europees Verdrag Rechten van de Mens, met de klassieke burgerlijke en politieke rechten. Maar hier hebben we het meer over dat Europees Sociaal Handvest, iets minder bekend, dat is van 61. Wou economische, sociale en culturele rechten in een eengemaakte Europa meer afdwingbaar maken. België heeft lang gewacht
om dat eerste Europese sociale handvest in werking te laten treden. We zijn al 1990 op dat ogenblik. Voor ons thema van huisvesting is nog belangrijker het herzien Europees sociaal handvest, de zogezegde update, de tweede versie uit 1999. Ook daar heeft België 5 jaar over gedaan om dat in werking te laten treden. Hier zien we thema's zoals bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting en ook dat recht op huisvesting. Op te merken is dat die beide verdragen zogenaamde à la carte verdragen zijn. À la carte verdragen, wat wil betekenen dat de lidstaten niet verplicht zijn om alle artikelen te ratificeren of te aanvaarden. En dat er dus uitzonderingen kunnen worden gemaakt. Als we eens kijken, u hebt daarnet al de Engelstalige versie gezien van artikel 31. Hier hebt u de Nederlandstalige versie. Het gaat dus over het recht op huisvesting, terug te vinden in artikel 31. En met de klassieke componenten daarvan, de toegang tot menswaardige huisvesting, vermijden van dakloosheid en het betaalbaar maken van de huisvesting in het derde punt. Groot probleem, wat de Belgische en Vlaamse situatie betreft, is dat België, en ik hoor net zoals Ierland, een voorbehoud heeft gemaakt bij deze bepaling. Wat betekent dat je artikel 31 van het herzien Europees Sociaal Handvest niet kunt inroepen tegen België, dus de schending ervan. Waarom is dat? Goed, als we kijken naar de parlementaire stukken op het ogenblik dat het verdrag moest worden geratificeerd, er was twijfel. Er was twijfel, er was onzekerheid of België, en meer bepaald dan de gewesten die ondertussen bevoegd waren geworden voor huisvesting, of die wel die norm zouden kunnen bereiken, ondanks het feit dat we in dezelfde periode, we zitten rond het jaar 2000 op dat ogenblik, dat we de opname hebben in artikel 23 ten derde van de Belgische grondwet van het grondrecht op huisvesting, ondanks het feit dat we in de periode 1997 en volgende de eerste regionale wooncodes krijgen met een uitwerking, concrete uitwerking van bepaalde aspecten van dat grondrecht op huisvesting, zoals de woning. Kwaliteit. Maar goed, men heeft dat voorbehoud toch menen te moeten maken, wat niet betekent dat België in de toekomst dit niet alsnog zou kunnen bekrachtigen. We moeten dan kijken, zoals collega Jordan ook heeft aangeduid, naar andere artikelen uit dat handvest die kunnen helpen bij het verstevigen van het recht op huisvesting. En dan kijken we bijvoorbeeld naar artikel 16 van het handvest, het recht van het gezin op sociale, wettelijke en economische bescherming. En daar zit de gezinshuisvesting uiteraard onder. We kijken ook naar artikel 19 dat betrekking heeft op migrerende werknemers en hun gezinnen. Ze hebben ook recht op bescherming en bijstand. En daar is belangrijk dat er een gelijke behandeling geschiedt, ook op het gebied van huisvesting. En, heel belangrijk ook, artikel 30 van het handvest, het recht op bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting. Ook hier heb je de noodzaak om maatregelen in te voeren die de toegang tot de huisvesting bevorderen. Het toezicht op de verplichtingen van de lidstaten uit het Europees Sociaal Handvest, dat gebeurt door het Europees Comité voor Sociale Rechten, afgekort ECSR. En dat gebeurt door 2 complementaire procedures. We hebben eerst een rapporteringsprocedure, waar elke lidstaat op de 2 of 4 jaar, hangt een beetje af van het thema, een zogenaamd landenrapport moet presenteren met een overzicht van wat is er gebeurd op het vlak van de bewerkstelliging van de rechten die het handvest wenst te beschermen. En daarnaast hebben we de collectieve klachtenprocedure. Collectieve klachtenprocedure gericht op een concrete situatie wat een veel grondiger onderzoek toelaat door het Europees Comité. En waar we, wat de Belgische situatie betreft, al enkele zogenaamde precedenten hebben. Let op met het woordje precedenten. Het zijn geen echte precedenten, want het Europees Comité is niet gebonden door uitspraken in vorige procedures. Ze kunnen altijd terugkomen op eerdere standpunten. Er zijn 12 klachten wat België betreft ondertussen onderzocht. Er zijn nog 3 cases op dit ogenblik lopende. Ik heb u op de slide de
cases vermeld die vooral voor de huisvesting van belang zijn. Dat wat betreft een beetje het kader waarbinnen een eventuele collectieve klacht kan worden ingediend. En dan hebben we vier concrete onderzoeksvragen onderzocht. De eerste vraag had te maken met de federale staat, waarin België is ingedeeld. En de vraag van, kan een focus op het Vlaamse woonbeleid ontstaan voor een klacht bij het Europees Comité, gelet op het feit dat het huisvestingsbeleid in België quasi integraal aan de gewesten toegewezen is. Dan moeten we natuurlijk kijken naar de bijzondere wet tot hervorming van de instellingen, de wet van 1980. Toen werd de materie huisvesting al overgeheveld van de federale staat naar de deelstaten. Daar zijn uitspraken over van het Grondwettelijk Hof. Die het Grondwettelijk Hof stelt dat is een ruime en een volledige overheveling. De zesde staatshervorming is dan nog verder gegaan sinds 2014. Specifieke regels in verband met de woninghuur zijn naar de gewesten overgeheveld. De woonfiscaliteit, het probleem van de betaalbaarheid, de woninghuurprijzen die eventueel kunnen geregeld worden, dat is nu allemaal de bevoegdheid van de gewesten van de deelstaten. Dus die huisvesting in de zeer ruime zin is een bevoegdheid van de deelstaten geworden. We vinden daar trouwens een heel mooi aanknopingspunt in wat het Vlaams gewest betreft in artikel 1.5 van de Vlaamse Codex Woning van 2021, opvolger van de Vlaamse Wooncode. En daar heb je het principe dat iedereen recht heeft op menswaardig wonen en daartoe de beschikking moet hebben over een aangepaste woning van goede kwaliteit in een behoorlijke woonomgeving tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid. Dat is nu een perfecte definitie van wat het grondrecht op wonen, het recht op huisvesting, eigenlijk inhoudt. Daar heb je al de aspecten die te maken hebben met dat grondrecht. Dus je ziet dat de deelstaten daar wel degelijk aandacht voor hebben, dat dat als een leidend principe in die wooncodes wordt geproclameerd. Hetzelfde vind je trouwens terug wat het Waals gewest betreft en het Brussels hoofdstedelijk gewest. En dan is natuurlijk wel de vraag van wat gebeurt daar dan mee in de praktijk, dat is een ander punt. Nu, belangrijk is, als we het hebben over een collectieve klacht, is de opmerking, ja, wie is er partij bij het Europees Sociaal Handvest? Dat is de federale staat België. Dus als je een klacht wilt formuleren in verband met het Vlaamse woonbeleid, dan moet je de federale staat België als tegenpartij aanduiden. Nu, die bevoegdheden overlappen natuurlijk voor een stuk, hè, maar beiden hebben onmiskenbaar, zowel de federale staat als de gewesten hebben onmiskenbare verplichtingen die door de deelstaten moeten worden nageleefd. Dus enkel de federale staat kan worden aangesproken voor inbreuken op internationale of supranationale verplichtingen, zelfs als de onrechtmatigheid voortvloeit uit het beleid, in dit geval van een van de gewesten. Dus voor de Raad van Europa, op basis van het herzien Europees Sociaal Handvest, zal België moeten worden aangesproken. Dat vind je trouwens ook terug in het andere deel van het luikje toezicht op het handvest, de landenrapporten. Het is een landenrapport in verband met België dat wordt gepresenteerd aan het Europees Comité, waar dan natuurlijk voor België de toestand in de drie gewesten wordt besproken. Het laatste rapport van 2019 bijvoorbeeld spreekt expliciet ook over de gezinshuisvestingen. Dus daar heb je dan ook weer dat aanknopingspunt. Tweede onderzoeksvraag, logische onderzoeksvraag, na hetgeen we al gezegd hebben over het voorbehoud bij artikel 31 van het Europees Sociaal Handvest. Wat zijn de gevolgen daarvan, van het niet ratificeren van die essentiële bepaling door België? Is er dan nog wel ruimte voor een klacht? En moeten we zoeken naar andere aanknopingspunten, verbindenissen die voortvloeien uit andere bepalingen, meer bepaald artikelen 16, 30 en ook artikel E, het verbod op discriminatie van het Europees Sociaal Handvest. In elk geval moeten we stellen dat als we een klacht in verband met het Vlaamse woonbeleid zouden gronden op artikel 31, recht op huisvesting, dat die klacht onontvankelijk
zal worden verklaard. Dat hebben we ook gezien in de beslissing van het Europees Comité van 21 juni 2021 van het ERC tegen België. Wat is de oplossing? Wel, dat moet worden opgevangen door de onderlinge verbondenheid van de diverse verdragsbepalingen. Die onderlinge verbondenheid, wat houdt dat in? Wel, de formele status van artikel 31 is niet aanvaard. Je zou op het eerste gezicht kunnen zeggen, dan zijn er geen verplichtingen voor België en voor de lidstaten, voor de deelstaten in verband met huisvesting, maar dat is niet correct. Omdat dat Europees handvest is opgevat als een samenhangend geheel van bepalingen die onderling complementair zijn en elkaar overlappen om een aantal overkoepelende doelstellingen te verwezenlijken. En daar is inclusie belangrijk, maar heel belangrijk ook de menselijke waardigheid. Menselijke waardigheid is een van de kernbegrippen uit dat Europees sociaal handvest. Tegenover de niet-ratificatie van artikel 31 staat dan de vaststelling dat andere verdragsbepalingen die een vergelijkbare bescherming bieden, wel werden geratificeerd. En dan verwijs ik opnieuw naar de artikelen 16 en 30. En het Europees Comité heeft onder meer in de Belgische landenrapporten al gewezen op de zeer nauwe band tussen die artikelen en artikel 31 van het handvest. Huisvesting komt ook als thema ter sprake in het door België aanvaarde recht op bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting. Dat is dan artikel 30 en dat vind je onder meer in een beslissing van 5 december 2020. 7, dat heeft betrekking op een Franse zaak, maar die is wel zeer bruikbaar in verband met die discussie. Dus de klacht die eventueel zal moeten worden ingesteld, zal moeten worden opgevat vanuit de schending samenhangend met de situatie van personen in armoede, sociale uitsluiting of kwetsbare gezinnen. En dan heb je de aanknopingspunten bij de artikelen 16 en 30 van het Europees sociaal handvest. Derde vraag was dan van, goed, welke lessen kunnen we trekken uit eerdere procedures bij het Europees Comité over artikel 31 of eventuele andere bepalingen van het handvest die relevant zijn voor het beleidsdomein wonen? En dan denken we weer aan de al vermelde artikelen 16, 30 en ook artikel E. Eventjes wat betreft die analyse van de beslissingspraktijk in zaken huisvesting, vooraf opmerken. Ik heb dat al eventjes aangeraakt. Het Europees Comité werkt niet met echte precedenten. Hè. Dus de cases die we soms aanhalen, die ook in het rapport dat we hebben geschreven ruim aan bod komen, die moet je eerder zien als richtinggevend. Hè. Geven een aanwijzing in welke richting op een bepaald moment het Europees Comité dacht. Maar dat is geen sterke of ijzeren wet dat men net dezelfde beslissing in een toekomstige zaak zal nemen. Dit gezegd zijnde, er zijn wel een aantal klassieke interpretatiemethodes die door het Europees Comité worden gebruikt en die ook wel van belang zijn om te weten als men een klacht opbouwt waar men mee rekening moet houden. Het eerste punt is de teleologische interpretatie. Wat betekent dat? Wel, er zal altijd gekeken worden naar het doel van het handvest. Wat is het doel van het handvest? En daar komt opnieuw die essentiële bepaling van die menselijke waardigheid op de proppen. Dat is heel duidelijk als het gaat over bijvoorbeeld de woningkwaliteitsvereisten. Dus dat men krotverhuur moet tegengaan, dat is een typisch voorbeeld waar het recht op huisvesting en de menselijke waardigheid met elkaar zeer nauw verband houden. Daarnaast gelijkheid bevorderen, antidiscriminatie, dat vind je terug in artikel E van het handvest en solidariteit. Wat betreft bijvoorbeeld de toegang tot een sociale woning, heb je al de al vermelde beslissing van CEA tegen Frankrijk, waar er op gewezen werd dat een langere wachttermijn voor migranten in vergelijking met andere kandidaten voor een sociale woning, dat dat een schending uitmaakt van dat artikel E. Dus zijn het niet het discriminatiebeginsel en van het recht op huisvesting. Dus dat werd daarin duidelijk gemaakt. Tweede interpretatie,
principe is de zogenaamde ondeelbaarheid van de grondrechten. En dat lijkt mij een heel belangrijk principe als men het woonbeleid aan de kaak wil stellen. Ondeelbaarheid van de grondrechten, wat zit daarachter? Wel, huisvesting vloeit rechtstreeks voort, zoals al gezegd, uit de menselijke waardigheid. Wat wil zeggen dat de realisatie van huisvesting een voorwaarde is om andere rechten te kunnen realiseren. Dus het recht op privacy bijvoorbeeld, of het recht op bescherming van het gezin, dat kan je niet doeltreffend verwezenlijken zonder dat de betrokkenen ook van huisvesting met betrekking tot die rechten kunnen genieten. Dus ondeelbaarheid van de grondrechten, we komen er straks nog even op terug. En dan heb je ook het principe van het effectiviteitsbeginsel. Wat wil dat zeggen? Ja, dat louter juridische maatregelen op zich niet zullen volstaan. Zij moeten ook worden gekoppeld op initiatieven op het terrein, opdat erkende verdragsrechten effectief zouden worden gerealiseerd. Laatste principe wat de interpretatie betreft, de dynamische interpretatie. Een Europees comité zal kijken naar de hedendaagse omstandigheden. Als we het dan wat concreter maken met betrekking tot de aard van de verplichtingen uit het handvest. Als het gaat om maatregelen die moeten genomen worden om de toegang tot menswaardige huisvesting te bevorderen, dan kan uit het verdrag en uit de beslissingspraktijk van het Europees Comité worden afgeleid dat het gaat om verplichtingen met betrekking tot huisvesting die progressief moeten worden gerealiseerd. Dus in de tijd moeten er dus stappen worden gezet om tot een betere situatie te komen. Wat daarvan afgeleid wordt, is het zogenaamde verbod op regressieve maatregelen. Men mag niet achteruit gaan wat het beschermingsniveau betreft, de zogenaamde standstillverplichting, die we ook kennen in het Belgisch recht, als het gaat over het grondrecht op huisvesting, artikel 23 van de grondwet, zoals het grondwettelijk hof in 2018 overigens heeft erkend. Dus men mag het bestaande beschermingsniveau met betrekking tot de huisvesting mag men niet verminderen, tenzij daarvoor een zeer goede reden van algemeen belang zou bestaan. Wat zijn dan de componenten van dat recht op huisvesting als we kijken naar de beslissingspraktijk van het Europees Comité? Wel, de klassieke componenten, in de eerste plaats de toegang. Toegang tot menswaardige huisvesting. Als we menswaardig horen, dan wordt de koppeling met de woningkwaliteit gemaakt. Tweede punt, preventie van uithuiszettingen. Dat heeft uiteraard ook te maken met verminderen van de dakloosheid. Preventie van uithuiszettingen, hoe kan dat? Er zijn een aantal aspecten die in de beslissingspraktijk naar boven komen. Bijvoorbeeld, las een periode van voorafgaand overleg in, vooraleer je uit huis zet. Zorg dat er in de regelgeving een sperperiode is. Een periode waarin er niet uit huis mag worden gezet. Denk bijvoorbeeld aan de regeling die we in België en Vlaanderen kennen. Geen uitzettingen in de winterperiode. Voorzie juridische bijstand. Zorg er ook voor dat als er uit huis wordt gezet, dat dat nog altijd gebeurt in omstandigheden die stroken met de menselijke waardigheid. En als het gaat over noodopvang, daar zou een verbod moeten worden opgelegd om in die gevallen tot uithuiszetting over te gaan. Ander punt is de betaalbaarheid van huisvesting. Is uiteraard ook een van de belangrijke componenten van het grondrecht op wonen en het recht op huisvesting. Betaalbaarheid heeft te maken met instapkosten, wat met de omvang van de waarborg, wat met de kosten die op de huurder kunnen worden afgewenteld. Maar het heeft ook te maken met aanbod. Aanbod van voldoende betaalbare woningen. En als we dan kijken naar aanbod door de publieke sector, een redelijke toewijzingstermijn voor een sociale woning en een financiële ondersteuning voor de wachtenden, de mensen op de wachtlijst om een sociale woning toegewezen te krijgen. En dat moet gebeuren aan de hand van transparante en objectieve maatregelen. Nog eens verwijzen naar de belangrijke beslissing in van CA tegen Frankrijk, waar er bijvoorbeeld werd geoordeeld dat een wachttermijn voor een sociale woning om een toewijzing te doen na 2 jaar en 4 maanden werd daar al als te lang beoordeeld.
Op welke wijze moet het recht op huisvesting worden gerealiseerd? Als we kijken naar die beslissingspraktijk van het Europees Comité, wel dan moeten we daaruit afleiden dat er geen resultaatsverbintenissen worden opgelegd aan de lidstaten. Maar wel wat we zouden kunnen noemen een versterkte inspanningsverbintenis. Een versterkte inspanningsverbintenis waarbij er moet worden ingezet op financiële en operationele middelen om binnen een redelijke tijdshorizon tot een betere regelgeving te komen. Er moeten ook behoorlijke procedurele waarborgen zijn. En, ook belangrijk, en collega Mark Jordan heeft het daar ook al over gehad, het is belangrijk dat er objectieve gegevens door de lidstaten, en in het geval van België door de deelstaten, worden verzameld. Hè. In een van de beslissingen staat statistieken die naamwaardig moeten worden bijgehouden. Daaraan gekoppeld regelmatige evaluaties van het woonbeleid en, niet onbelangrijk uiteraard, aandacht moet er zijn voor de meest kwetsbare groepen. Dat wat de beslissingspraktijk betreft in verband met artikel 31. Dan hebben we ook die aanverwante artikelen uit het Europees Sociaal Handvest. In de eerste plaats bescherming van het gezin, artikel 16, gezinshuisvesting. Daar moeten de lidstaten maatregelen nemen om de beschikbaarheid van voldoende huisvesting voor de gezinnen te garanderen en te bevorderen. Huisvesting van behoorlijke kwaliteit met ook hier een bescherming tegen uithuiszetting. Dus daar komen eigenlijk die thema's terug, zij het via artikel 16 van het handvest. Eveneens een belangrijke verwante bepaling is artikel 30, bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting. Door toegang te verlenen tot sociale rechten. Opnieuw is hier die koppeling met de menselijke waardigheid van belang. In de beslissingspraktijk zien we dat er een betekenisvolle wisselwerking is met het recht op huisvesting uit artikel 31. Het Europees Comité zegt het heel klaar en duidelijk. Zonder behoorlijke huisvesting is geen enkele strijd tegen armoede en sociale uitsluiting mogelijk. Dat is opnieuw dat belangrijke principe, interpretatieprincipe van het handvest, namelijk de ondeelbaarheid van de grondrechten en de onderlinge samenhang van die rechten. We hebben ook al een paar keer verwezen naar het fameuze artikel E van het handvest. Dat is het non-discriminatiebeginsel. Dat moet je altijd combineren met andere verdragsbepalingen, bijvoorbeeld artikel 16 of artikel 30. Hier zijn er beslissingen die aanstoot namen aan een verschil in behandeling tussen migranten en niet-migranten. Als er bijvoorbeeld voor migranten een meer nadelige procedure moest worden gevoerd of een langere wachttermijn werd opgelegd om een sociale woning toegewezen te krijgen. We hebben al naar die beslissing van CEA tegen Frankrijk een paar keer verwezen. In een andere zaak, een zaak tegen België, bleek dat er in het globaal actieplan tegen de armoede te weinig aandacht werd besteed aan de specifieke kwetsbare positie van de woonwagenbewoners. Andere problemen met betrekking tot discriminatie kan bijvoorbeeld voortvloeien uit het feit dat toewijzingsregels of inschrijvingsregels voor sociale huur vereisten stellen van lokale verankering. We moeten een aantal jaren in de gemeente wonen bijvoorbeeld, of zoals het vroeger was, taalvereisten opleggen. Dat kan ook leiden tot discriminatie. Dus, laatste punt, op dat vlak, lidstaten, wordt door het Europees Comité beklemtoond, hebben de verplichting de burgers te beschermen tegen discriminatie. Zowel door de publieke actoren, maar ook door de private actoren. Dus ook op de private woninghuurmarkt moet de overheid zorgen dat discriminatie met betrekking tot huisvesting tegengegaan wordt. Een aantal andere verdragsbepalingen, naast degene die al ruim aan bod zijn gekomen, die van belang kunnen zijn bij huisvesting. Als we kijken naar het Europees Sociaal Handvest, vinden we daar ook de bescherming in van de gezondheid en door de woonomgeving. Denk aan de 3M-problematiek, uiteraard kan dat ook ter sprake worden gebracht als er een vervuilende fabriek in de onmiddellijke woonomgeving staat.
Artikelen 13 en 17 hebben het over het aanbieden van bijstand en noodopvang. Dus daar kan ook inspiratie worden geput. Dan de bescherming van de doelgroepen. Eventuele verplichte aanpassingen voor ouderen of personen met een beperking. Daar vind je ook artikelen over terug in het handvest. En artikel 19 heeft het dan specifiek over de bescherming van migrerende werknemers. En zo komen we tot de laatste onderzoeksvraag. De laatste onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd. Zijn er belangrijke punten waarop de Vlaamse overheid onvoldoende scoort om de engagementen te honoreren waartoe België zich verbonden heeft in het kader van het Europees Sociaal Handvest? Welke aanknopingspunten zijn er in de bepalingen van het handvest zelf? En welke aanknopingspunten zijn er in de elementen van de rechtspraak? Wel, in dat laatste deel van het onderzoeksrapport hebben we dus uit de landenrapporten met betrekking tot België en uit die diverse klachtenprocedures bij het Europees Comité een aantal punten gedestilleerd bij wijze van besluit. Waarover kan het gaan als het gaat over Vlaams woonbeleid? Wel, de eerste grote vraag is uiteraard een voldoende groot aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting. In het landenrapport met betrekking tot België uit 2019 werd al gezegd door het Europees Comité dat er meer informatie nodig is over het aantal kandidaten die wachten op een sociale woning en in verband met de gemiddelde wachttermijn. Dus die cijfergegevens, die statistieken, daar moet toch goed naar gekeken worden. Tweede punt is het bestrijden van discriminatie. Ook voor het bestrijden van discriminatie wordt er eigenlijk gewacht op een actieplan, op dataverzameling, op monitoring, om zichten te krijgen op de problematiek. En dan de volgende vraag is, en wat doet het beleid daaraan? Derde punt, een globale en gecoördineerde aanpak van armoede en sociale uitsluiting, waar uiteraard het gekende tekort aan sociale huisvesting weer op de proppen komt, maar opnieuw ook weer het aanpakken van discriminatie. Als vierde punt kan je noteren dat het vermijden van uithuiszettingen en het tegengaan van dakloosheid een actiepunt is. Ook hier gebrek aan data over hoeveel mensen, hoeveel gezinnen gaat het. En ook daaraan gekoppeld als het over uithuiszettingen gaat. Wat zijn de huisvestingsalternatieven die worden geboden aan gezinnen die uit huis worden gezet? Laatste punt, even punt tenslotte, is dat er aandacht moet zijn voor de doelgroepen. En ik denk hier bijvoorbeeld aan het ontbreken van specifieke woningkwaliteitsnormen in het Vlaams gewest met betrekking tot de woonwagens. Ziezo, dat was de presentatie van het rapport. Een rapport van in totaal meer dan 57 bladzijden, maar waar we dan toch op deze bevattelijke wijze hopelijk wat meer inzichten hebben gegeven. Ik denk dat ik nu het woord terug kan geven aan Sarah. Oké? Ja, hartelijk dank voor de heel heldere uiteenzetting. Het onderzoek zal ook straks op onze website verschijnen. Dus voor degenen die het volledig willen lezen, die kunnen dat daar vinden. En dan geef ik nu het woord aan Hugo Beersmans, onze woordvoerder. Beste sympathisanten van de woonzaak. Zoals Sarah al gezegd heeft, in 2019, nog voor de jongste verkiezingen, waren we er met een aantal organisaties van overtuigd dat een klacht met betrekking tot het Vlaamse woonbeleid mogelijk moest zijn, op basis van het Europees Sociaal Handvest. Na de teleurstellende Vlaamse regeringsverklaring hebben we de daad bij het woord gevoegd en de woonzaak opgestart om die klacht voor te bereiden. Bijna 40 organisaties hebben ons initiatief ondertussen onderschreven. Met het verslag van professor Maarten Daamre over het onderzoek dat we vroegen aan de universiteiten van Gent en Antwerpen en de Universiteit Saint-Louis in Brussel, leerden we vandaag heel wat bij over de beslissingspraktijk van het Europees Comité voor Sociale Rechten. Verschillende landen zijn al door het comité veroordeeld voor hun falend huisvestingsbeleid. En dat terwijl de situatie er, objectief bekeken, op een aantal punten nog beter is dan bij ons. Op andere punten doet Vlaanderen het dan weer beter.
Uit het onderzoek blijkt alvast dat de niet-ratificatie van artikel 31 van het handvest ons niet hoeft tegen te houden. Er komt in elk geval voldoende stof naar boven om het Vlaams woonbeleid in vraag te stellen. Wel moeten we een doordachte klacht formuleren en goed overwegen wat we wel en wat we niet meenemen. Dat zal niet meer lang op zich laten wachten. Onze voorbereiding liep al een tijdje en met dit rapport erbij ligt nu alles op tafel. Voor de verdere uitwerking gaan we spoedig contact opnemen met de organisaties die de woonzaak onderschreven hebben. Toch nog iets over die niet-ratificatie van artikel 31. Professor Dambre heeft er al op gewezen. Het is echt een schande voor een welvarend land als België en zeker voor het nog welvarender Vlaanderen, een topregio volgens de septemberverklaring van vorige week. Het grondrecht op wonen werd in 1994 in onze grondwet ingeschreven en in 1997 in de Vlaamse Wooncode. De beslissing om artikel 31 van het handvest niet te ratificeren dateert van 2002, nog eens 5 jaar later, en werd als volgt gemotiveerd. En ik citeer: het is niet zeker of de huidige wetgeving in België, ondanks initiatieven op het vlak van woonzekerheid, voldoende het recht op huisvesting waarborgt, zoals in dit artikel wordt omschreven. De ratificatie ervan lijkt in de huidige stand van zaken dan ook niet aangewezen, maar kan in een later stadium misschien wel worden doorgevoerd. Einde citaat. Een later stadium, wat bedoelde men daarmee? Ofwel men de nadruk vooral leggen op het woordje misschien. Ondertussen zijn we bijna 20 jaar verder. Toch acht men het blijkbaar nog altijd niet aangewezen om artikel 31 te ratificeren. Ook al wordt daar bij elke regeringswissel op aangedrongen. Onder meer door het Vlaams Huurdersplatform. Het is alsof men zich maar wil verbinden tot grondrechten als die al gerealiseerd zijn. Is dat niet cynisch? Internationale normen moeten juist een aansporing zijn om grondrechten progressief te realiseren in overeenstemming met het welvaartsniveau van het land in kwestie. Wat er ook van zij, mits een goede motivatie en een oordeel van het comité in de lijn van precedenten met andere landen, verwachten we uiteindelijk wel degelijk een terechtwijzing van het Vlaamse gewest op een aantal belangrijke punten. De onderzoeksresultaten die we vandaag te horen kregen, sterken ons in elk geval in die overtuiging. Een en ander betekent nogthans niet dat we ons zegezeker mogen voelen. Het gaat namelijk om meer dan een louter procedurele veldslag. Het oordeel van het comité is immers niet bindend. Om het recht op wonen af te dwingen, moeten we kunnen rekenen op een sterke beweging. Dat hebben we alvast ook kunnen opsteken uit de Ierse case en de uiteenzetting van Dr. Mark Jordan. De deadline voor het formuleren van de klacht hebben we ondertussen zelf vastgelegd op half december. En de indiening op 17 december in Straatsburg zal in elk geval niet geruisloos gebeuren. In de week van 13 tot 17 december trekken we namelijk met de woonzaak op een roadtrip door Vlaanderen, elke dag. Door een andere provincie, van West-Vlaanderen tot Limburg, terwijl we samen met plaatselijke groepen op diverse plaatsen het recht op wonen onder de aandacht brengen. Binnenkort krijgen jullie daar nog meer info over. Vanaf volgend jaar gaan we dan nog een stap verder. Zoals al gezegd, is een uitspraak van het Europees Sociaal Comité niet bindend. Het is dus belangrijk dat we, in afwachting van een uitspraak, ook zelf eisen naar voren kunnen schuiven om te verhelpen aan de problemen op de woonmarkt. We gaan daarom ook een inhoudelijk traject opstarten om samen met jullie tot een duidelijk eisenpakket van de woonzaak te komen. Ons streefdoel is en blijft een omwenteling van ons woonbeleid en een campagne bij de volgende verkiezingen met het recht op wonen als een centraal thema. We verwachten een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid dat inzet op een veel ruimere sociale huurmarkt, een volwaardige private huurmarkt en een gezonde eigendomsmarkt.
Het indienen van de klacht is dus maar een eerste stap. Het werk is daarmee niet voltooid, integendeel. Met de onderschrijvende organisaties en een zo breed mogelijk draagvlak gaan we verder aan de slag. Iedereen blijft trouwens welkom ons platform te onderschrijven. We kunnen alle steun gebruiken, zowel financieel als op andere vlakken. Om de woonzaak een duwtje in de rug te geven en om ons als een nieuwe beweging voor het recht op wonen te profileren. In elk geval hopen we jullie in december te mogen ontmoeten op onze tocht door Vlaanderen. Alvast bedankt voor de grote opkomst. En ik hoop dat minister Diependalen ook van de partij zal zijn, want blijkbaar had hij gehoopt dat we met hem het gesprek zouden aangaan. Maar wij hebben al dikwijls een signaal gegeven. Dit is het eerste signaal dat we van hem krijgen. Bedankt. Dank u wel. Dat was al een heel duidelijke oproep en een goede afsluit. Maar ik wil jullie toch ook nog allemaal heel erg bedanken om hier aanwezig te zijn, om belang te hechten aan dit thema. Ik wil ook natuurlijk de sprekers bedanken. Professor Maarten Dameren, Dr. Mark Jordan, thank you for joining us. En Hugo Beersman. Jullie kunnen, zoals gezegd, het onderzoek vinden op onze website. Ook de opname van deze webinar zullen jullie daar kunnen vinden. En vergeet ons zeker niet te volgen op onze sociale mediakanalen. Wij zitten op Facebook, Instagram, Twitter. Dus voor ieder wat wils. En blijf zeker zo op de hoogte van onze acties en sluit jullie mee aan. Heel erg bedankt en dan wensen wij jullie nog een hele fijne namiddag.